Geld. Geld. Je hoort tegenwoordig over niets anders meer. On ne parle plus que tantième et action. Ik vind geld eigenlijk helemaal niet zo belangrijk. Ik heb soms wel in spijt dat ik alleen om wat geld te verdienen uit Europa ben weggegaan. Waar woonde je vroeger? Vroeger? La plupart du temps en Italie. Florence, Naples, quelques années au Portugal. Ik ben altijd een zwerver geweest, een schietariët. Je n'avais jamais un sou, maar ik was altijd gelukkig. Maintenant, je gagne ce que je veux. Mais... U bent niet gelukkig. Ik ben eenzaam. Eenzaam? Als ik zo hoor wat er hierover verteld wordt, kan die eenzaamheid er nogal niet door. Eh oui, des flirts, quelques liaisons. Maar denkt u dat die mijn leven willen? Maar u heeft toch een werk? Mijn werk? Je déteste ce métier. Je déteste vivre parmi ces imbéciles qui ne pensent qu'à leur pauvre galette. En als ik kan, glip ik er tussen uit. Zoals vandaag. Het feit dat ik vandaag een lage inspectie maak, per auto, over 3 ondernemingen. Zo? Nee, mijn werk betekent niets voor mij. Ma vie commence seulement le soir. Als ik thuis ben, tussen mijn boeken. Parmi mes souvenirs d'Europe, de la Russie. Zo, en waarom is de tafel niet gedekt? Waarom een maal is? Hallo, Kasia. Hallo, ach ja, al zulke dingen mis je hier wel erg tussen al die rubber en... Ronnie? Ronnie? Daar is Jomo. Ik heb al pratend helemaal de tijd vergeten. Komt u mee? Je weet toch wel dat ik maar een uur heb. De kaart eet altijd nog wat rusten moet. Ja, natuurlijk, John. We kunnen zo aan tafel gaan. Nou dan. Blijf je hier eten? Nou, merci, mon vieux. Een andere maal heel graag. Maar nu moet ik vlug verder. Je suis soi-disant en tournée d'inspection. De kast zit neer. Waarom is alles zo laat vandaag? Oh, dat lijkt me nog wel duidelijk. Ik weet heel goed dat de bediende aanhoudend gecontroleerd moet worden. John, wees niet langer boos. Wees maar een beetje gezellig. Ik ben niet boos. Ik begrijp alleen maar niet waarom ik in een tijd dat ik half gek was van de drukte, mijn korte rust dan nog missen moet, terwille van meneer Ravinsky. En daarom moet je maar een half uur op het eten wachten. Wachten, wachten? Die 5 minuten? Ik zit hier de hele dag op jou te wachten. Ik word soms half gek van het wachten, van het alleen zitten. Alsof die rubberbomen te zitten turen. Nooit een mens om mee te praten. Geen levende ziel. Denk je soms dat het uit te houden is voor een jonge vrouw? Wat is er aan de hand? Met de tortelduifjes en trekkenbekken? Hebt u me nou nodig, meneer? Ja, ja, het spijt me. Een telefoontje van Stoeps. Alsjeblieft. Zie je? Daar heb je dat. Een hele treinlading nieuwe koelie stuurt je op ons dak. Ja, het gaat tegenwoordig bij ons in Amerikaans tempo. Als u wilt, ik ben klaar. Ja, mevrouwtje, en kalmte maar hoor. Altijd maar kalm. Wat had je, vrouw? Ziet er verdomd slecht uit, hoor. Ach, wat zenuwen, denk ik. Maar ook stom geweest. Wat driftig gemaakt. Ja, het oude liedje. Moet oppassen, joh, vooral in dit klimaat. Stuur je vrouw niet eens de bergen in. Een Vrastagi. Je zult zien hoe ze daarvan opknapt. Denkt u? Zeg, het lijkt me anders verduiveld ongezellig hier zo alleen. Als ze ziek wordt, dan ben je nog verder van huis. Ja.
Eet je vanavond bij ons in totaal? Nee, vanavond niet. John komt vanavond. Als je klaar bent, kom dan dadelijk naar kantoor. Je zult me voor 2-3 dagen moeten vervangen. In ieder geval ben ik voor woensdag terug. U had me juist een paar dagen verlof gegeven, meneer. En ik heb René vast beloofd dat ik vanavond nog op een staakje zou zijn. Het spijt me wel, joh, maar de dienst gaat voor. Ik krijg ook mijn orders uit het hoofdkantoor. Ravinsky komt hier naartoe om je te assisteren bij de ontginning. Hou je maar goed, joh. Ravinsky kreeg een telefoontje dat hij jou moest komen assisteren. Mm. Maar hij kon lastig weg. Had juist heel veel belangrijk werk te doen. Want toen heeft hij het zo geregeld dat ik in zijn plaats kon gaan. Dat is voor een duivel gezellig, hè. Je blijft hier natuurlijk maf, hè? Ja, maar natuurlijk. En heb je al gegeten? Nou, om je de waarheid te zeggen, ik sterf van honger. Laten we maken aan de kantoor, ja. Erboven. Wat had die Ravinsky nou eigenlijk voor belangrijks te doen dat hij jou stuurde? Oh, dat weet ik niet eens. Ik vond het veel te prettig om er eens uit te kunnen, hoor. Horst, daar ga je. Hoi. Nou, als je het mij vraagt, dan had hij weer zijn afspraakje met een of andere vrouw. Hmm. En daarom stuurt hij jou de Rimboe in. Mooie meneer. Wel eens, Joop. Heb je eigenlijk al eens in een ontgelding gewerkt? Nee, nog nooit. Want daarom vond ik het juist zo prettig dat Ravinsky mij liet gaan. Zo'n reusachtig interessant werk, hè? Ja, ja. Maar, zo helemaal zonder gevaar is het niet, weet je. Zou je aanraden, blijf maar zo dicht mogelijk bij de man door. Dat is een heel vertrouwde kerel. Ik kan me er best doorheen staan, hoor. En één ding. Blijf bij kappen zoveel mogelijk op open terrein. En mocht er soms iets gebeuren, direct naar de boom toe, nooit weglopen. Even. Alright. Thank you.
John. John. Nee. Godzijdank dat je bent, kind. Er is hier een... iets verschrikkelijks gebeurd. Wat dan? Vertel toch. Joop is dood. Bij het kap is hij door een vallende bom getroffen. En Annette? Ja, dat weet ik juist niet. Die idioot van de mandoor die heeft het lijk naar Annette's huis laten brengen. We moeten er nog dadelijk heen. Nee, John. Ik durf niet. Ja, je moet. Ik kan niet. Je moet Annette helpen. Van... Als u me niet wil aankijken, kan ik niet verdragen. Wil je niet met ons meekomen, hè? Doe, ga met ons mee. Thank you.
Nou, is zover. Aardig uit Amsterdam. Inkrimping van de productie. Maximale bezuiniging. Massa-ontslag. Voor alle niet onmisbare employés. Ha! Tja, er zal niks anders op zitten. Nee, niks anders. Die depressie kan toch niet eeuwig duren? Rubber is een levensbehoefte. Over een paar maanden vliegen de prijzen weer omhoog. Breng mij de loonlijsten van al onze ondernemingen. Er zullen een paar van die heren lange gezichten trekken, geloof ik, de eerstvolgende dagen. Lange gezichten? Ja. Rijnsgeld hebben ze me gegrepen, maar die loon gun ik ze niet. Dan
gaan we vanavond met z'n allen verzuipen. Die paard uit, hè? Wat jij toch? Kom, ouwe schat. Mooi, bier! Mooi bier, ga maar bier! Waarom een wekje meer, René? Sinds weken gaat ik je te spreken. Je zegt dat je tijd hebt, nous avons un droit dans ce lot. Nee, nee. Zal ik met zo'n praten? Als je er niet toe komen kunt. Oh, God, vrouw John, we gaan nooit iets van te weten komen. René. Je ne te permets pas de te jouer de moi. Ik wil eindelijk weten hoe het tussen ons staat. Een avond nog, als je wilt, ben je thuis. Dat is toch onmogelijk? Ik focus op wat possible. Je ne peux plus vivre dans cette incertitude. Ik part hier straks, ben je. Anders spreek ik met John. Goed geamuseerd? Oh ja. Veel dan, veel aanbidders. Wat bent u nerveus, mevrouwtje? Nerveus? Hoezo? In de conducte willen komen. Kan dat vragen zijn? Hoe leed ook iemand gevoegd dan hij is bijna staat. Goed, ik kom. Antwoord. La manière to come in. Dat is ook gebeurd to come in. Aan boord!
meneer. Ah, hallo. Ja. Je vrouw heb ik daarnet zien weggaan. Weggaan? Waarheen? Dat zou meneer Ravinsky je misschien kunnen vertellen. Wat? Ravinsky? Als ik je zou moeten verliezen. Jij mij verliest? Daar hoef je nooit bang voor te zijn. Ik ben zo slecht voor je geweest. Zo gemeen. Als je wist. Ik wil niks, Peter. Ik hou van je. Als ik het niet al lang wist, had ik het vannacht wel gevoeld. Je bent me meer waard dan iets anders op de wereld. Je bent mijn enige, enige liefde. Zal je er altijd aan blijven denken? Ja, John. Altijd.